Dagboek. We zijn nu dag 3 en we zijn net opgestaan, we hebben ontbeten en morgen op een platte band, aan zo'n vloerband die we nu hebben opgepompt. Ook nog even zonder zijn achterband opgepompt. We hebben wel wat tijd verloren, het is nu 20 na 10. We hebben nog naar de winkel moeten, een beetje inkopen gaan doen en dan zullen we vertrekken. Vandaag is normaal een iets lichtere etappe, 100 kilometer, iets meer misschien. Dus normaal moet dat wel te doen zijn. Ja, ik denk dat zo is. We houden nu verder op de hoogte video. Dagboek. Dag. Dag dagboek. Ik sta hier op de top van de misschien wel zwaarste beklimming van vandaag. Het was 4 kilometer tegen 6% ofzo. Sander komt net aan. Het was, amai, dat was tof. Heel zwaar, warm. We zijn nu aan het uitzetten. Daar ziet u de afdaling die we zo meteen voor onze rekening gaan nemen. U vraagt zich misschien af wat er met Amory is gebeurd. Wel, hij heeft een mechanisch effect. Er is een spaak los, waardoor dat zijn wiel scheef staat. Hij komt daar nu de berg op gereden. Zijn wiel schuurt dus heel een tijd tegen zijn rem. En de dichtbijzijnde fietsenmaker is nog op 40 kilometer afstand. Dus we gaan nog even mogen doorwijten. Maar hopelijk kraken we. Maar je ziet het wel zitten, denk ik. We gaan het toch moeten laten maken. Hopelijk kost het niet te veel. Wij houden nu op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Dag dagboek. Dag video dagboek. Het is niet onze gelukkigste dag vandaag. We hadden deze morgen een platte band bij Moor en bij mij. Toen is Amor zijn ketting er twee keer afgevlogen. Toen is Amor zijn band kapot gegaan. En nu is mijn band kapot gegaan. En de fietsenmaker heeft geen banden meer in stok. Wielen meer in stok. We hebben dus wel ons deel van de pech gehad voor vandaag. Ik hoop dat we voor 9 uur in Saint-Lys aankomen, want ik heb honger. Dag video, dag boek. Dag video, dag boek. Dit is de derde of vierde lekke band vandaag. We geraken echt niet vooruit eigenlijk. Ik ben de hele tijd een beetje tegen met stoppen en vertrekken. Ik ben wel blij, want mijn schroeven waren vastgeroest en we hebben ze uiteindelijk toch losgekregen. Wie? Dankzij de pure kracht van Amory de Vrijer.
Hij heeft er zijn gewicht een keer opgezet. En de mentale steun van... Ja, die is eigenlijk vermelden niet waar. Maar ik denk dat nog een dikke 40, een dikke 30 kilometer tot ons hotel is. Het is nu 7:30. Dus of zoiets. Dus ja, we hebben al laten weten dat we tegen 10 uur of zo daar gaan zijn. Ja, ik ga nu verder mijn werk doen. En hopelijk kunnen we nu zonder lekke banden, kettingen die eraf vallen, of paken die loskomen, verder rijden. Dag, dag, boek. Dag video dagboek. Het is 12 uur. We hebben echt heel veel miserie gehad vandaag. Als we een kleine rekensom maken, dan zitten we aan 5 lekke banden. 3 keer een ketting eraf. 6 losse spaken. En 2 slagen in een wiel. Dus ja, we hebben wel ons deel van de pech gehad. En daarbovenop kwamen we hier toe in het hotel. En om in te checken, dat was een etappehotel, hadden we een visakaart nodig. De visakaart waarmee we onze reservatie hadden bevestigd. Nu dat de visakaart van mijn mama, die heb ik natuurlijk niet bij. Dus wij mochten niet binnen in dat etappehotel. Ze verzekerden ons echter dat, dat het nog niet betaald was. Dus zijn we naar het hotel ernaast gegaan, Ibis Hotel, van dezelfde keten. En daar hebben ze ons een kamer gegeven, iets duurder, maar wel veel comfortabeler. Een goede douche en een toilet. En goede bedden. En nu gaan wij zoveel mogelijk uitrusten, want vandaag was echt wel een zware dag. En morgen zetten wij onze laatste trip voor naar Parijs. 70 kilometer. Vandaag? Hè? Hoeveel hebben we vandaag gedaan? Vandaag hebben we iets van 130 kilometer gegaan. De laatste 20 kilometer ging over de Route Nationale. Dat was de drukste route buiten de Uiterste Snelweg. En ja, we moesten hem eigenlijk nemen om op tijd nog in ons hotel te zijn. Dus hebben we 20 kilometer tegen 30 per uur zitten rijden. Om toch nog op een degelijk uur, relatief degelijk uur, in ons hotel aan te komen waar we dan niet binnen mochten enzovoort. Je ziet het is een beetje frustrerend, maar we moeten het relativeren. We liggen nu in ons beddeke en we gaan slapen. Slaap wel en dag video dagboek.